We zijn hier vandaag op een gezellig Hindoestaans feest. Na lange tijd ben ik weer bij een Hindoestaans feestje. En ik kom een jongen tegen die van ver komt. Waar kom je vandaan? Nijmegen, man. Ik hoor dat je accent, die accent is sweetie. Ik ben een geen toch? Maar je komt helemaal van Nijmegen naar Rotterdam om naar een Hindoestaans feest te gaan vertellen. De gemeenschap, de sfeer, alles eromheen. Gezelligheid, gewoon. Ik zie je straalt helemaal. Hebben ze dat niet in Nijmegen, zulke gezellige feesten? Heb jij helemaal boeren? Dan gaan we hossen. Je weet toch? Hoe doen ze dat in Nijmegen? Laat even zien. Nee man, ik kan er niet naar wat doen. Is hossen? Wat is hossen? Ik weet hossen. Het je weet toch, er staat een paard in de gang. Huh? Er staat een paard in de gang. Ja, die dan. Kom op man, spa blauw. Het is een Hindoestaans feest, waarom ben je niet aan de Black Label? Omdat ik me moet gedragen van mijn ouders en ik represent them als ik niet met hun ben. En ik wil hun graag niet voor gek zetten. Dus in huiselijke kringen mag ik drinken. Als niemand me kan zien, dan kan ik gek doen. En nu ben ik gewoon heel braaf aan de spa blauw. Maar ik hoor hele mooie Baitagana muziek daar. Jij staat hier op de gang, spa blauw te drinken. Ga je niet dansen? Jawel, ik heb gedanst. Ik heb heel veel gedanst zelfs. En nu heb ik even pauze, want ik kwam Bassam tegen. Wie is hij? Dat is een goede vriend van mij. Ik drum en hij speelt drol. Als ik jouw trui zie, dan kom ik met een hel. Dan ben ik al dronken. Nee, daar staat alleen voor gezelligheid. Maar wat betekent alcohol? Officieel gezelligheid. Ja. Maar dokko betekent toch zuid maar door. Nee, dat lijkt zo. Gezelligheid! Oké, maar wat doe jij hier? Vertel, wie ben je eigenlijk? Ja, ik ben Rekeer Kampo. Nou ja, ik fotografeer hier voor deze dansavond. Ik leg alle mooie momenten vast. Maar dit is toch geweldig dat we hier met z'n allen zo mooi bij elkaar kunnen zijn. Hindoestanen onderling, bij de Gara, traditie. Er zijn niet alleen Hindoestanen, maar van alles bij elkaar. Er is niks moois aan dit. Kijk maar die kant. Een van de Baitagana legendes, Amit Silgulam. Hi, wat doet het jou om hier Baitagana te horen in Rotterdam? Als je Baitagana speelt, iedereen begint vanzelf te bewegen. Want Baitagana brengt ons bij elkaar. Sowieso, Baitagana is roots. Hindoestaans, je weet nog, roots. Tegenwoordig willen mensen dansen, alleen maar dansnummers willen ze horen. Dus als je het kan ook, oude dingen, maar als je die oude dingen zingt, dan gaan mensen weglopen. Maar soms bij de Ghana moet je een paar oude dingen zingen. Maar tegenwoordig, het is een dansing, je moet alleen dansnummers spelen. Daarvan houden die mensen. Maar dit wat de nu zingt, is een bekend lied. Kaskissi Weyo. Maar is het niet een heel, eigenlijk een heel schuin liedje? Want Kaskissi Weyo, wat bedoelt hij daarmee? Nee, als jij wil, hoe jij opvaart, als je wil. Het is dubbelzinnig. Dubbele bodem. Dubbelzinnig, ja. Als je zo wil begrijpen, dan begrijp je het. Als je zo wil, je weet toch. Ja.
alle nationaliteiten. Iedereen was aanwezig. Je hebt blank, je hebt Chinees, je hebt Creools, je hebt Javaans. Wat brengt jou hier op een Buitengana's feest? Mijn vriendinnen zijn Surinaams. Dus, wat ben je van? Ik ben Dominicaanse Republiek. Oh, Dominicana, habla español. Ja, Spanjol. Ik heb gisteren nog Pablo Escobar gekeken. Ah, mooie. Colombia, maar jij bent van Dominicana. Ja, maar deze muziek, als je dit hoort, wat doet het bij jou? Vind je het leuk? Emoties. Ik zie heel veel emoties in de muziek. Dat vind ik wel leuk. Ik hou van muziek, maar niet uit wat. Maar ik ga jou nu uitdagen. Als je zou moeten dansen hierop, met mij samen, hoe zou je dansen? Doe voor. Oh my god, nee. Let me show. Move your body. Woo! Bailando! Bailando! Ghana is nu even klaar, er is een kleine break. Maar ik ben op zoek naar eigenlijk degene die het allemaal georganiseerd heeft. Het is toch wel een complimentje waard. Even kijken waar die is. Ben jij Vijay? Ik ben Vijay. Jij hebt het allemaal voor elkaar gekregen. Ja, dat is waar. Vertel, het is een geslaagde avond geweest, het is nog niet voorbij. Nee. Maar ik ben net bij de Ghana zaal ingeweest en ik kwam hem, deze man is een Nachenia. Deze Nachenia kwam ik tegen, een van de beste Nachenia's van Nederland. En hij heeft me laten dansen. Award-winner, hè? Award-winner, hè? Ja. Maar hoe heb je dit voor elkaar gekregen, man? Vertel. Ja, het was gewoon... We kwamen erop om dit event te doen. En we hebben tegen Sunrise gezegd van... joh, we doen gewoon twee zalen, de dikste line-up. En ja, ik heb een drukkerij, dus ik kan heel goed promoten. Ik heb ook dus die magazine. En we hebben ons best gedaan om het tot een succes te maken. Je zegt ik kan goed promoten en nu ga ik je uitdagen ook. Okay. Doe even een promotie. Daisy Magazine, die launch is een party. Dus de eerste Daisy Magazine komt uit op 27 november in het paleis. 27 november, dames en heren, in het paleis. Waar kunnen we het paleis vinden? Is dat in... Het paleis is echt is gewoon de mooiste zaal voor mij in Nederland. Het is in Schiedam. En het wordt een talkshow, een dinnershow. Fashion show en een heel uitgebreid event. Heel mooi om mee te maken, heel exclusief. Net zoals dit event ook dit jaar heel exclusief was, wordt dat ook een super event. Dames en heren, allemaal aanwezig zijn in het paleis. Hoeveel november? 27 november. 27 november, Diaspora TV is natuurlijk ook aanwezig. En zeker. Natuurlijk onze Nachenia Award winner, Varun, het paleis. Mensen gaan los hier, achter mij. De vlucht. Mag je wat vragen? Jij hebt zo geweldig gedanst. Ik heb niet eens gedronken, maar ik ben nu al dronken als ik jou zie. Ja, toch. Ha. Ik heb ook niet gedronken hoor. Je bent niet eens Hindoestaans, je bent Javaans. Half wat nog meer? Half Hindoestaans. Alle Hindoestaans niet bij. Hindoestaans niet bij jou? Is dat alles? Maar laat zien, ik ga niet veel met jou praten. Ik wil een paar moves van je zien. Doe eens goed uit, ja. Show it, show. Let me see. Hindustani roots. Woo! Fortunaria. Ma'e. Half mij, mensen, ja. Diaspora TV. Hé, hey, kom hier. Kijk hier. Draai hier. Dit is cultuur, traditie. Dit is levend bewijs dat de traditie levend in leven is. Betouw, jij bent Nachenia. Wat brengt jou hier vandaag en waarom doe je dit? Geef maar meer tas dragen. Je bent moe, geen meer. Nou, excuses voor mijn gezicht. Ik heb net gedanst. Het is behoorlijk warm. Nee, mijn Nachenia naam is Kajal Londa Kanaj. De reden waarom ik dit doe,
Er is me ooit gevraagd om te dansen, heb ik al meerdere malen ook verteld. En de reden waarom ik het nog steeds blijf doen is om onze traditie staande te houden. Hetgene wat sinds vroeger, sinds wij klein zijn, op is gebouwd, door te laten gaan. En ook aan de jongeren door te geven. Shake it! Woo! Hey! Mensen, Diaspora TV, live in Rotterdam. Nathania samen met een half Javan, Javaanse dame. Show the moves. Ga door. Hey! Hier is Java, India, Suriname, Nederland, hier is bij elkaar gekomen. Dit is Diaspora. Dit is Diaspora. Diaspora. Mensen, Diaspora TV live in Rotterdam. Wauw. Mevrouw, hoe heet je? Manuela. Manuela. Mijn naam is Varun en mijn echte naam is Kajol. En ik ben Paul Marhey. Dank jullie wel en ik zie jullie volgende week. En mijn knieën zijn kapot, maar jij draagt kniebeschermers, hè? Er zijn momenten in het leven waarbij u de hulp nodig heeft van een advocaat. Advocatenkantoor Copal. Doortastend met kennis van zaken. Advocatenkantoor Copal. Met al ruim 20 jaar aan ervaring zorgt voor een persoonlijke, betrokken en daadkrachtige aanpak van uw zaak. Waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Voor zowel particulieren als ondernemers bieden wij rechtsadvies en procesbijstand. Advocatenkantoor Copal. Gespecialiseerd in familierecht, jeugdrecht en het slachtofferrecht. Ook zijn wij ondernemend voor ondernemers op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Bel ons voor een vrijblijvend advies of om een afspraak te maken.